Vandaag is de dag, dames en heren, dat we in deze Metopia-aflevering iets gaan doen. Wat eigenlijk gewoon niet kan. Dit is typisch zo'n Pavlov-situatie. Wil je weten wat het is? Zoek het lekker op Google of zo. Ik ga het jou niet uitleggen. Ik ga vandaag als owner iets doen wat eigenlijk helemaal niet zou moeten mogen. Staf moet zich gedragen natuurlijk. En moet je altijd kunnen vertrouwen. Wat nou als de eigenaar van de server iemand scamt? Ik heb in 4 jaar tijd, ik zat dus te denken, wat heb ik allemaal nog niet gedaan? In 4 jaar tijd heb ik nog nooit een speler gescamd. En wel een YouTuber, maar nog nooit een speler. Zouden ze verwachten dat ik dat ga doen? Ik ben heel benieuwd. Hallo Groentepanda, voor jou moet ik oppassen. Ik ga zo meteen een spelertje naar mij toe lokken. Ik heb allemaal mooie dingen. Een fake Mytopia gun. We hebben broken iron chestplate. En we hebben mijn goldcoin natuurlijk. Allemaal uit die crates. Uit de vendings. Dat zijn deze vendings. Daar heb ik ze toen uitgehaald. Zouden we trouwens nu... Ik heb weer 80 lucky shards. Oh, my freaking god. En ze zijn leeg. En die is vol. Wat zit erin? We gaan even kijken. Lucky bag. Bam. We hebben... sportschoenen. 0.01. Dat vind ik dan weer jammer. Daar heb ik al die prachtige mooie itempjes uit. En we gaan vandaag mensen... halen. Hier, Liefbun is ook aan het... Liefbun heeft mooie kleding aan. Oké, ik ga messagen dat Liefbun naar mijn huis moet. Niks is afgesproken hier. Je zag het, die zit ook zomaar aan te lopen. Message Liefbun. Ik heb een mooie deal voor je. Kom naar mijn huis. Kunnen we ruilen? Liever niet allemaal durps meenemen. Oké. Liefbun. Liefbun, heb je het gezien, Liefbun? Als het goed is wel. Maar ik hoop niet dat Liefbun met deze twee mensen op Teamspeak zit. Want er mogen natuurlijk geen getuigen bij zijn. Dan ben ik aan de beurt. Liefbun. Ga je nog lopen, Liefbun? Nee. Hello, boy. Frosty Florio. Oh. Wat wordt die druk, joh? Ik ben toch in Venice? Ja. Oké. Message, Liefbun. Moet je wel... Nu komen, natuurlijk. Oké. Kijken of Liefbun mensen meeneemt. Ik heb gezegd, je moet alleen komen. Dat is op zich al raar. Dat zou niemand natuurlijk moeten doen. Is Liefbun gemute of zo? Ik denk, ik heb het idee... Oké. We gaan even kijken. Liefbun, is die gemute? Kan ik dat zien? 1 dag en 1 uur online. 1400 heeft ze. Dus David message me. Oké. Liefbun. Oké. Laat maar. Ik zei niks zeggen. Helaas. Oké, we gaan een andere noob zoeken. Iemand die iets minder noob is als Liefbun. Alhoewel, aan de andere kant, weet je wat het is? Misschien is het ook wel slim. Want uiteindelijk ben ik hier om mensen te scammen. Wat denken jullie? Gaat dat lukken? Laat een like achter als je denkt dat het gaat lukken. We hebben hier Dekio. Nee, die is te makkelijk. Valerie. Cosmo mensen. Willen we Cosmo mensen? Nee. We willen grijze namen willen hebben. Grijze namen. Winkeltjes. Zijn er ook nog winkels open? Nee. Sluit die toch? Dat ziet er niet goed uit. Oké, die is gearresteerd. Denk ik. Is deze open? Nee, die is niet open. Hier staat Sittard DDG. Wat heeft Sittard DDG aan? Iron. Die gaat er nooit een keer in trappen. Oké, we gaan random naar mensen TP'en. Makkie. TP Makkie. Heb jij je Makkie voor mij? Die zit bij elkaar zitten die. Oké, kunnen Quinten of Makkie doen? Oké. Ik heb een leuke trade voor je. Kom naar mijn huis in Greydale. Maar niet allemaal mensen meenemen of roepen. David, message me. Dan hoeft het niet meer. Oké, duidelijker kan haast niet, toch, volgens mij? Gaat deze persoon het dan wel doen? Of gaat hij ook allemaal dingen roepen? Makkie, ga je iets zeggen of niet? Makkie, waar? Wat?
Weg, nu, zegt hij. Coördinaten. Oké, okay, Makkie die zoekt... oh my god, moet ik die coördinaten zoeken? Weet je mijn huis niet eens? Als je mijn huis niet eens kent... Oké. Okay. Wat gaat Makkie nou allemaal doen? Makkie, wat ben je aan het doen? Waar is het huis vandaan? Gaan we nu met z'n allen bekijken hoe Makkie mijn huis gaat zoeken? Dit is al een video op zichzelf. Zoek Davids huis. Ja, oké, okay, daar. Die kant op, daar zo. Die kant op. Ik kan die Makkie natuurlijk niet te payen. Dan is het te obvious wat we gaan doen natuurlijk. Ik kan ondertussen wel even snel spieken of Makkie een beetje cent heeft. 44.000. Ik vind het helemaal mooi. Oké, Makkie. Zoek hem. Zoek het huis. Makkie, zoek huis. Zoek huis, Makkie. Kom op. Wat is... Oké. Makkie is voor mij even heel snel video's aan het checken of zo. Of wat is Makkie aan het doen? Ik ben Teamspeak. Oké. Oh, ik moet Makkie slepen. Daar had ik niet eens over nagedacht dat we dat kunnen doen. We gaan het proberen. Makkie. Ja. Oké. Hallo Makkie. Hallo. Ja, Jezus. Jij weet niet waar mijn huis is? Nee, ik heb het echt net weer gedownload. Oh, nou, dan heb ik echt iets heel vets voor je. Als jij nu... Oh, stop, blijf staan. Jij moet linksaf over de ijsbaan. Hierin? Ja, precies. Zo, sorry. Ja. En dan eerste bochtje naar rechts zometeen hier. Ja. Live navigatie. Een live navigatie. Dan bij die grote groep mensen, bij die agent, ga je naar links zometeen. Hier? Nee, verder. Hier? Ja. En dan ga je naar rechts. Ja, het grappige is... Nee, je moet verder. Oh, sorry. Nee, je moet verder. Het grappige is, ik zat gewoon random mensen die in de stad online waren te DM'en. Maar ja, ik denk dat duurt lang, dus ik ga maar even kijken waar je bent. Oké, het is het laatste huisje aan je linkerkant eigenlijk. Ik sta er ook al. Oh, ik zie je. Hey. Ik zou zeggen, kom binnen. Maar je bent weer net gaan spelen. Ja. Ik zag het weer dat het gratis was. En ik wou het ook gaan kopen, want al mijn vrienden zijn weer gaan spelen. Dus ik dacht, ja, het lijkt me weer leuk. Weet je wat ik grappig vind? Mytopia heeft bijna de status van wat een RuneScape had. Dat speelde ik vroeger. Dat ga ik weer een keer proberen. Super lach, joh. Hey, ik speelde het ook voor de update, hè. Welke texture pack heb jij? Die van Mytopia. De nieuwste? Ja, als het goed is wel. Dus als het goed is, zie jij nu een fake M16? Nee, dat zie ik niet. Dan heb je echt de verkeerde pack. Oh, wat zie jij hier? Een pinpas. Wat zie jij hier? Volgens mij een chestplate, een beetje iron. Normale iron, gewoon? Nee, gewoon een soort van speciaal kleurtje. Ja, hij is broken, er zitten allemaal krassen op. Zie je dat of nee, niet? Nee, dat zie ik nog niet. Heb je een linkje of zo naar de nieuwste pack? Forum. Maar ja, het makkelijkste is het forum. En wat is dit dan? Dit is een gold coin. Oké. Nou goed, dan komt het helemaal goed. Ik ben eigenlijk wat dingen die ik uit crates heb, die ben ik gewoon aan spelers aan het verkopen. Mm-hmm. Dan zag ik dat jij echt iets van 40.000 hebt of zo, dus dat moet je lekker staan. Ik zou heel simpel zeggen, gold coin, wat heb je? Wat voor speedboot zijn dat? Wat heb je daaraan? 0.02. Oké, en de kleding wat je daar hebt? Kassis. Heb je ook nog een chestplate dan, of niet? Nee, die heb ik niet. Fuck, jammer. Ik doe gewoon eigenlijk hele leuke ruils voor iedereen. Uh-huh. Dus vandaar. Dus als je dat wil ruilen, dan weet je, ik doe het al zonder chestplate. Ik ben nog niet zo erg ingesteld, maar wat kan je ook weer met een goldcoin? Een goldcoin is ongeveer 70.000, 80.000 euro waard. Is goed. Nou, dan kun je gewoon aan druk op tap. Ik zie hier... Alex 1000 Gamer, ik zie Bremertje, ik zie genoeg mensen die dat gewoon rechtstreeks zouden kopen. Top Tobias, dat soort mensen, de rijke mensen. Is goed. Ja? Ja, ik doe dat wel. Oké, zit er veel damage op of niet? Op die kastjes bedoel je? Ja. Nee, alleen op de broek zit echt één streepje minder. Oké, nou kom maar op, ik vind dat maar goed. Even kijken, is dat uniek? Welke kleur is dit? Kassis. Oké. En een normale sportboot. Dus ik heb nou die stomme rooien. Speedboot. Ja, speedboot. Ja, die wil ik er wel bij. En anders is het geen goldcoin waard. Het is speedboots uit een paar duizend, toch? Ja, ik heb geen idee. Maar je mag ze wel. Ik doe het wel. Ik vertrouw je op je woord. Dat het zoveel waard is. Dankjewel. Nou, ik vind het mooi.
Zo. Oh, dan heb ik uit Teamspeak gekikt. Oh. Zal ik de politie erbij halen? Ik ga gewoon de politie erbij halen. Message. Wie is er online? Message Nigel. Er zit een inbreker in bij het huis. Is hij er nog, denk je? Ja, hij is er nog. Inbreker. Ik weet niet eens of Nigel er is. Ik kan je hem eruit komen halen. Hij doet vervelend. Ik vind dit zo lullig. Ik vind het zo gemeen. Moet ik nou wachten op Nigel? Wacht, welke zijn er nog meer? Uit mijn hoofd. Je hebt ingebroken, man. Oké, we moeten de console moeten we hoog houden. Oké. Kijk. Geen idee hoe hij erin komt. Kouwachi trouwens. Hij zit te lachen of zo. Wat een vervelend mannetje is dit, jongen. Oh, ik vind het zo lullig. Wat doen we hier, hè? We hebben te maken met een scammer. Echt niet. Dit is toch echt... Dit is zielig. Kan hij uit mijn huis AUB? Ik heb gewoon zijn outfit ook gewoon echt aan. Oh, deze arme man. Is net gaan spelen. Moet ik hem hebben? Hij is compleet random gekozen. Inbreken. Doet hij. Ja, boef is het. Ben opgelicht. Dude, jij breekt in en dan zeg je ik scam. Wat? Oh shit. IV open, dus David. Heel gauw die gold gewoon even wegdoen. Hup, zo. Oké, dan doen we... Ik heb niet eens een gold coin. Ja, dag. Nog even en je zegt dit is ook je huis. Wat een kerel. Ja, hoe kun je dat bewijzen? Hij heeft geen bewijs. Camerabeelden. Ik heb geen camera. Anders had ik je al lang... Oh, wacht even. Van waar ik allemaal ben geweest. Oh, dat is wel een goeie. Maar daar heeft hij niks aan waarschijnlijk. Hier zijn geen camera's. Helaas, anders hadden we je sneller te pakken. Hij bedoelt de camera's daar. Ik vind het zo sneu. Kan je deze leugenaar meenemen, Nigel? Zou die gearresteerd worden? Zouden ze het doen? Of wil je mij nog checken? Ik heb geen gold coin. Dit is mijn setje. Dit is zo lullig! En ook een heel goed voorbeeld waarom je naar de safe trade moet gaan op het midden van het centrum. Oh.
Ik heb hem echt... Nee, ik vind het echt... Ik ga er mee stoppen, denk ik. Een controle is niet nodig. Hé, hey, Makkie. Oh, dat is zo sneu. Nep VOG. Oh, dat... Oké, okay, we gaan kijken of hij nog op Teamspeak zit. Zal ik nog even verder gaan? Ik ga nog even verder. Komt-ie. Hey, ik ga hem slepen. Makkie, wat zit je nou allemaal te zeggen tegen die gasten, joh? Ja, leugenaar. Wat zit je te zeggen? Wat zit jij te zeggen? Ja, het was allemaal een prank. Kom maar, je krijgt je goldcoin en je zet je terug. Schok je even? Nee, ik wist het al. Wat wist je? Dat dit allemaal een grap was. Hoezo wist je dat? Omdat ik dat nooit zou doen natuurlijk, want ik ben een hartstikke aardige YouTuber, toch? Ja, zeker. Weet je het zeker? Heel zeker. Goed, nou, je bent bij deze de bekendste speler van de maand, ben ik bang. Als je het niet erg vindt. Mag het in de opname? Tuurlijk. Je bent cool, je bent rustig gebleven. Ik raad je aan om zo snel mogelijk even de goede textpack te downloaden, want dan zie je ook wat dat is. Die zie je nou niet volgens mij, of wel? Nee, ik zie een... Het is een gevaarlijk wapen in ieder geval. Safe trade, Ingredial, nooit mensen vertrouwen, ook mij niet. Nee, want je ziet het, hè? Geen camera's en dat soort dingen. En ik zou zeggen, ga er lekker voor door, man. Sorry dat ik... Ik voelde me schuldig. Nee, is geen probleem. Oké, okay, rustig aan. Doei. Oké, okay, ik voelde me kut, maar hij zegt dat hij het allemaal wel wist. Was prank. Sorry, Nigel. Goed, die jongen die heeft een gratis goldcoin gekregen. Is net weer gaan beginnen met spelen. Ja, ga jij ook een keer lekker spelen op Mytopia? Kun je zomaar mij tegenkomen? Maar vertrouw mij niet zomaar, jongens. Ik ben 4 jaar lang eerlijk geweest. Nooit mensen opgelicht. En ik ga het waarschijnlijk eerlijk gezegd ook nooit doen. Maar ga er niet van uit. Ik denk dat ik een leuk spelletje gevonden heb. Wat ik kan gaan doen. Hoeveel vertrouwen mensen mij? Zouden mensen mij vertrouwen? Ik vind het wel leuk. Als je een leuke video vond, als je vaker dit soort extremere video's wil, waarbij we echt wel mensen over de zij kunnen krijgen, staf voorliegen, laat even weten in de reacties. En een like werkt natuurlijk ook, dan weet ik namelijk makkelijker wat jij leuk vindt en wat je minder leuk vindt. Abonneren werkt ook, David 2, dan blijf je makkelijk op de hoogte van nieuwe Mytopia video's. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doeg!